Ik ben Janna en we staan hier in de Sint-Dimna-kerk in Geel. En ik ga u een Vlaamse meester in situ tonen. Ik woon in Antwerpen, maar ik werk in Geel. En ik kom over hopelijk een jaar ook in Geel wonen. En ik werk in de erfgoedsector. Maar nog voordat ik daar kwam werken, heb ik altijd heel veel opzoekingen gedaan. Ook in mijn studies naar spiritualiteit en vrouwelijke heiligen. Interesseren mij enorm, dus zo ben ik ook wel bij Dimna terechtgekomen. Zij is onthoofd door haar vader. Die vader was overmand, bezeten door de duivel, was waanzinnig. En heeft in een vlaag van waanzin zijn eigen dochter onthoofd. Niet zo heel ver van de Sint-Dimna-kerk. Op een gegeven moment is hier dan ook een cultus ontstaan rond de heilige Dimna. Mensen van buitenaf kwamen naar hier om aan Dimna te vragen om hen te verlossen van hun duivels, van hun demonen. Dat lukte blijkbaar ook, want de mensen bleven komen. Werd hier echt een pelgrimsoord, een bedevaartsoord. Hier is ook echt een ruimte in de kerk waar de zieken verzorgd werden, waar ze konden slapen. Maar dat was al snel te klein. En zo zijn heel veel zieken uiteindelijk bij de mensen thuis terechtgekomen. En zo ontstaat uit die cultus rond de heilige Dimna de Geelse gezinsverpleging. Dus eigenlijk al eeuwenlang heeft de Geelenaar zijn harten, zijn deuren geopend voor geesteszieken. Hier in Geel hebben die mensen, met welke kwetsbaarheid, welke aandoening ook, altijd in de samenleving gewoond. Dat is iets dat altijd terugkomt, is dat de Geelenaar heel gastvrije mensen zijn. Je kunt hier echt zijn wie je bent. We zijn aangekomen bij onze Vlaamse meester, een anoniem werk, het Sint-Dimpnaretabel. Een retabel is een altaarstuk dat normaal gezien gesloten is. Een soort kast dat gesloten is. En dat normaal gezien enkel op heel heilige momenten opengedaan wordt. En als je dat opent, kun je daar de legende van de heilige Dimna van A tot Z eigenlijk van aflezen. Het is een heel groot stripboek. Het is op één lijn en je begint eigenlijk aan de linkerkant. En op het einde eindigt het verhaal met haar verering. Met hoe dat de mensen hier in Geel en de mensen van buitenaf vooral ook Dimna kwamen vragen om hen te genezen. Uit het gastenboek van Sint Dimna, 15 mei, de feestdag van Sint Dimna. Thank you, Sint Dimna. Thank you for all blessings gratefully received and will continue to receive. May God bless all those who continue to suffer. And may God bless Sint Dimna.